No matter the situation, I will always worship you. The kingdom of God, koninkrijk van God, is not for a quiet people. Is niet voor stille mensen. The devil is a liar. De duivel is een leugenaar. He's kept the people quiet. I don't know who have kept your voice quiet. Ik weet niet wie uw stem heeft gehouden. Ik ben hier vandaag. To activate. Om te activeren. To give and tell it that God has placed a name in you. Heeft gelegd. Maraba shadabakaya today. Vandaag. You will roar like a lion. Zo brul als een leeuw. You will roar like a lion. Zo brul als een leeuw. Halleluja, halleluja. What's the sound? Wat het geluid? Of your frequency. Van uw frequentie. Because the Bible says, want de Bijbel zegt, those who cry out, degene die uitschreeuwen, to the Lord, naar de Heer, he will answer, zal hij antwoorden. Amen. What's the frequency of your sound? Wat is de frequentie van uw geluid? Can it be? Kan het zijn? And I'm not saying that you're not praying or trusting the Lord, that you're not doing it well. Dat u niet goed doet. But can it be? Maar kan het zijn? That your cry is not loud enough. Dat uw verdriet niet hoog groot genoeg is. No, your cry. Dat uw geschreeuw niet groot is. Amen. Your cry. Ja, uw geschreeuw. Your cry. Uw geschreeuw. Cry out to the Lord. Dat uw geschreeuw naar de Heer. En zal hij u horen. What's the frequency of your sound? Wat is de frequentie van uw geluid? I prophesy victory will be loud. Ik profeteer over, ik zal luid zijn vandaag. Ik profeteer. Victory shall be loud today. Overwinning zal luid zijn vandaag. Victory shall be loud today. Overwinning zal luid zijn vandaag. And you know what? En u weet wat? Intimacy. Intimiteit. Has another sound. Heeft een ander geluid. Has another frequency. Heeft een andere frequentie. And the Lord is calling you and I. En de Heer roept u. I and you. U en ik. To come back. Om terug te komen. In a place with intimacy. Naar een plek van intimiteit met Hem. From that place. Van die plek. Because if you know anything in this hour. Want als u weet in deze uur. Make sure. Moet u goed weten. That you know God. Dat u God kent. Make sure. Is belangrijk. You're like a little child. Dat u als een kleine kind bent. Sitting and leaping at his heart. Dat u bij zijn hart zit. To listen to his heart. Om te luisteren naar zijn hart. Listen to his heart. Om te luisteren naar het klop van zijn hart. He has a sweet melody. Hij heeft echt een hele fijne melody. He has something to say to you. En hij heeft iets aan jouw persoon. He has something for you with your name on. Hij heeft iets wat ik op uw naam. He's calling you. Hij roept u. He is crying. Hij roept u. Hij schreeuwt voor u. Voor u. For you. Voor u. Mothers. Mothers. Moeders. Don't give up on your children. Geef niet op met uw kinderen. Don't stop praying for your children. Geef niet op om voor uw kinderen te bidden. Marabashana. Marabossaya la bakaya. Mothers. Moeders. Don't stop praying. Don't stop calling the Lord. Stop niet om de Heer aan te roepen. There was a voice. Er was een stem. From a mother. Van een moeder. Crying out. Die schreeuwde uit. For her children. Voor haar kinderen. There was a voice heard, says the Bible. Er was een stem die gehoord werd, zegt de Bijbel. From a mother. Van een moeder. Was crying. Die schreeuwde. For her children. Voor haar kinderen. The Lord did. De Heer is haar niet gepasseerd. There were a lot of people. Er waren veel mensen. There was a big people. Er waren many grote, veel mensen. And Jesus. En Jezus. Hear the cry of the mother. Hoor het geluid. And he stopped. En hij stopte. And he said, don't cry. En hij zei, niet meer huilen. Today I have heard your cry. Vandaag heb ik je gehuil geschreeuw gehoord. I have heard your cry. Ik heb je gehuil gehoord, zegt de Heer. Come and pray for you. Kom laag bidden voor. Let your voice be loud, no matter what you see in your children.
the Lord is saying, they belong to me. There was a voice from a mother in Ramah crying to Jesus. Lord, say, I have heard you cry. Your tears have watered the ground, and now your children shall be fruitful. Receive a new strength. Let your heart be healed. When I touch you, Lord, your hands shall never be weak. Anything you decree and declare, it shall be, says the Lord. Your tears have watered the ground. My daughter, I have heard your cry. And I will answer, said the Lord, because your cry was loud. You will see a change. Trust me, says the Lord. Trust me. Ribra katalaba asaya. Makatalaba ashiketirebu osaya. Come, 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 come. Please, come, 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 come. Heavenly Father, I thank you. Heavenly Father, I thank you for your daughter. The Lord is saying, the time is now. I am about to do a new thing. I am about to do a new thing. And I decree and I declare and I prophesy that your eyes will see what the Lord is doing in this season. I decree and declare that you will not be distracted by pain, shame, or whatever the people say about you. What can people do to you, said the Lord? Don't mind the voices of the accuser. The Bible says that Satan is the accuser of the brethren. If they talk about you, if they gossip about you, when they call you names,